Ja, Maxime, de eerste seizoenshelft zit erop. We gaan met winterstop in november. Voelt het eigenlijk raar? Ja, het is wel anders dan normaal natuurlijk. Normaal is het in december met de kerstdagen. Dus ja, dat is wel anders. Maar ja, ik denk dat we wel mooi kunnen genieten van een WK. Ja, hoe kijk je terug op de eerste maanden van dit seizoen? Het is natuurlijk wel een bijzonder half jaar voor mij geweest. Heel veel wedstrijden in AZ1 gespeeld. Ik begon zelfs nog in Jong AZ. Dus ik denk een hele mooie eerste seizoenshelft. Ja, laten we dat stap voor stap even doorlopen. Want je zegt zelf al, begonnen bij Jong AZ, 4 wedstrijden gespeeld. Ook nog 2 doelpunten gemaakt. Hoe was het begin voor jou? Hoe waren die wedstrijden bij Jong? Ja, toen speelde ik natuurlijk nog niet bij 1. Maar ik zat wel altijd op de bank. En toen moest ik wel gewoon minuten maken. Dus toen speelde ik altijd bij Jong. Ik denk een prachtig podium om te spelen in de KKD. Dat ging ook goed. 2 goals ook nog gemaakt, dus dat is leuk voor mij. Als centraal verdediger. En toen, even kijken. Ja, toen kreeg ik de kans tegen NEC. Kan je nog herinneren hoe je die boodschap ten horen kreeg? Ja, op de dag voor de training, of de dag voor de wedstrijd. Op de training, stond ik ineens naast Sam op het trainingsveld, zeg maar. Dus het centrale duo. Dus toen kreeg ik wel wat dingetjes dat ik dacht van, het kan wel zo zijn, zeg maar. En toen, de dag van de wedstrijd, bij de bespreking, zag ik dat het zeg maar echt was. En dat ik ging starten. En wat dacht je, zeg maar, toen je die kleine signalen kreeg op de training? Ja, dat vond ik natuurlijk speciaal. Het gaat de eerste keer, het was natuurlijk ook nog thuis. Dat was extra mooi, denk ik. Dus ja, dan komen er gelijk zenuwen omhoog. En dan ga je extra goed voorbereiden. Had ik gewoon heel veel zin in. Ja, kun je omschrijven hoe het is als je dan vervolgens in dat AFA-stadion staat, waar je zo lang naartoe hebt gewerkt, geleefd en dat je dan echt mag beginnen? Hoe is dat gevoel? Ja, lastig te omschrijven, maar wel gewoon een heel mooi gevoel. Natuurlijk, bij Jong AZ is hier gewoon op het AFA's trainingscomplex. En dan toch in een vol AFA-stadion te mogen spelen voor de eerste keer. Ja, dat is gewoon een heel bijzonder moment. En jammer van het resultaat natuurlijk, gelijkspel, maar voor mezelf was het wel gewoon een prachtig moment, ja. NEC heb je gehad. Vervolgens speel je wat wedstrijden. Bruno komt terug. Die speelde, als ik het goed heb, een wedstrijd in de Conference League. En daarna Ajax. En tegen Ajax begon je niet. Was dat gek voor je? Was dat weer apart dat je toen weer op de bank begon? Of? Nee, natuurlijk tegen Vaduz begon ik ook al op de bank. Toen speelde Bruno 60 minuten. Dus toen kwam ik het laatste half uur erin. Toen werd wel duidelijk, zeg maar, dat Bruno weer gewoon helemaal fit was. En 90 minuten kon gaan spelen tegen Ajax. Dus ja, dan krijg je weer een plekje op de bank, zeg maar. Toen begon ik op de bank en ik denk rond de 38e minuut zag ik ineens Bruno zitten. Toen kreeg ik al een signaal van de bank van, zeg maar, ga een beetje warm lopen. En toen de fysio's in het veld stonden en een signaal gaven naar de bank van, hij kan niet verder. Toen moest ik er eigenlijk gelijk in. Toen kwam ik denk net voor rust in. En toen heb ik de wedstrijd voor kunnen spelen, ja. Hoe voel je het gaan tegen Ajax, de tweede helft? Ja, ik denk dat we als team wel in de eindfase vooral een beetje werden teruggedrongen. Natuurlijk, want we stonden 2-1 voor toen. En toen brachten we nog wat lange jongens in en gingen pompen. Maar ik denk dat vooral de spirit van het team en de wil voor elkaar om te winnen was heel erg groot. En ik denk dat zag je gisteren ook weer. En dat maakt dit team denk ik wel ook zo goed. Vraagt dat heel veel andere dingen van jou dan ten opzichte van bijvoorbeeld vorig jaar? Nou, ik denk dat in de jeugdopleiding bij AZ je natuurlijk een beetje ook hetzelfde speelt als in het eerste. Dus ik denk qua speelwijze en dat soort dingen en op het veld verandert er niet heel veel. Het enige wat er echt eigenlijk veranderd is de druk van buiten, media en dat soort dingen. Maar ja, het voetbal en de principes van het voetbal bij AZ, dat blijft redelijk hetzelfde. Het is winterstop. Ben je er aan toe of valt het mee? Ja, wel. Het is wel even lekker. Even eruit. Even eruit, ja. Vakantie. En daarna weer terug. Met frisse zin. Zeker.